Luchtvaartdienst navigatieapparatuur doorstaat tweede controle met vlag en wimpel. In het laatste kwartaal van 2018 is de luchtvaartdienst na lange gedegen en goed uitgedokterde planning ertoe overgegaan nieuw navigatieapparatuur te installeren op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Dit apparatuur bestaat uit de localizer en de glidesloop en de VOR/DME. De localizer en de glidesloop vormen tezamen het ILS-systeem. Dit apparatuur draagt er zorg voor dat luchtvaartuigen de JAPI Airport kunnen traceren en bovenal een veilige landing kunnen uitvoeren onder elke weersomstandigheid. Na de installatie werd het systeem in 2018 gelijk aan een eerste flight check onderworpen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.